vond het ook zo. Ik vond echt geen pogen die zo. Allereerst begin ik met een primer en natuurlijk gebruik ik daarvoor wel altijd hetzelfde. Dat is namelijk Nivea Men Aftershave Balm en hij is nog steeds niet op. Het is nog steeds mijn eerste fles en hij is nog steeds echt super fijn. Dus deze ga ik eerst gebruiken. Voor degenen die het nog niet gezien hebben in de vlog, ik ben gebeten door een schorpioen op het reptiele event. En daardoor heb ik hier twee best wel flinke bultjes. En om dat een beetje gecamoufleerd te houden, ook voor dingen buitenaf en zo, parfum en dat soort dergelijke dingen, draag ik dit handschoentje. Dus ja, dan weten jullie dat als jullie het heel te leuk zien komen. Het is een schorpioenenbeet. En ik heb er serieus echt veel vragen naar gehad toen ik op mijn werk was. Echt alle mensen zo van, oh wat heb je gedaan? En dat is echt heel lief wel, maar mensen was van, oh was ik in het buitenland? Nee, het was gewoon in Nederland. Heel veel mensen weten helemaal niet dat je die reptielen gewoon kon inhuren. Dat is wel grappig eigenlijk. Ik ga eigenlijk gewoon wat dingetjes gebruiken die ik af en toe al wel gebruikt heb. En ook wat nieuwe dingetjes die ik of nog maar één keer gebruikt of nog niet echt gebruikt heb. Ik had gewoon even zin in een kletsvideo. Dus ik dacht, ja, daar gaan we. Het is lang geleden. En ja, je hebt vast wel gemerkt dat ik de laatste tijd niet zoveel extra video's had. Ik had het gewoon best wel heel erg druk. En ja, gewoon dan heb ik er gewoon niet zoveel tijd voor. En ik wil wel dat het gewoon leuk blijft. En dat ik het gewoon echt leuk blijf vinden. Niet dat het verplichting wordt. Ik ga de L'Oreal... aan de hand, beter. Oh, het is een beetje overplicht. De L'Oreal Nude Magique Cushion Foundation gebruik. Ik heb nog maar één keer gebruikt. Alleen nog niet met het sponsje. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon een keertje proberen. Over het algemeen vind ik hem vaak niet heel erg dekkend namelijk. Toen ik hem met de kwast aanbracht. Het is dus zo'n cushion foundation. Ik hoop dat je het goed kan zien hoor. En die geeft eigenlijk gewoon een goede dekking zonder eigenlijk gewoon heel erg fake te zijn. Dus wat ik eigenlijk doe is ik druk eigenlijk gewoon mijn sponsje in de cushion. Nou, dan zit er dus foundation op het sponsje. En als het goed is moet je dit dan gewoon deppend aanbrengen. Mijn vingers zijn te groot. Ik smeer mezelf er heel onder. Nou, hij geeft gewoon best wel een transparant tot lichte dekking, maar hij is toch wel wat dekkender dan je zou verwachten. Zeker met deze warme dagen. Het is vandaag hemelvaartsdag en bevrijdingsdag. En het is nou, ik zal eens kijken hoeveel graden het is op mijn telefoon. Ik ga eens even kijken. Het is, tenminste hier in Woudrichem dan, het is hier in Woudrichem 18 graden momenteel. Dus dat is wel een stuk heter dan dat je zou verwachten. Dus dan is een foundation die net even iets dat dikke laagje eraf neemt wel heel erg lekker. Alleen je duurt er gewoon wat langer over door al het sponsje te gebruiken. Petje over mijn lippen. Het fijne aan die cushion foundation is dus wel dat je hem gewoon heel goed kan doseren. Want je bepaalt zelf hoe hard je drukt, hoeveel eruit komt. Dus dat is wel een heel erg groot voordeel. Het is dan niet echt een concealer. Want je ziet, ik heb hier een puistje bijvoorbeeld. Nou, je ziet hier nog best wel een beetje een schaduw. Eens kijken hoe die op mijn voorhoofd het doet. Het is wel echt meer een deppende foundation. Ermee wrijven, dat is niet zo'n goeie. Nou, ik moet zeggen, voor het subtiel effect is het wel een goede foundation. Ik ben wel weer het persoon wat zelf ook nog een beetje concealer erop zou doen. Maar het is sowieso ready to go. Ideaal. Tijd voor concealer. Ik gebruik deze twee concealers. Ik ga deze onder mijn ogen aanbrengen. Dit is de Brightening Concealer van Ethos. Deze blijkt echt heel fijn te zijn om het allemaal een beetje te highlighten. Dus ik ga deze binnenkort ook vergelijken met de Touche Eclat van Yves Saint Laurent. Want deze is natuurlijk een heel stuk goedkoper. Hup, en daar gaat hij. Hey! Waarom laat ik altijd alles in de klauwen vallen? Ik laat ook altijd alles vallen. Ik knip het altijd uit de video's. Maar ik laat echt vaak wat vallen. Maar goed, ik ga deze binnenkort vergelijken. Ik ben heel erg benieuwd. En verder gebruik ik gewoon mijn Urban Decay Naked Skin Concealer. Gewoon even op plekjes en zo. Dus ik begin eerst even met de Brightening Concealer. Als dat uitkomt. Dat vind ik altijd wel met deze verpakkingen. Oh, verschrikkelijk. Dit is volgens mij de lichtste kleur. Ja, light. Het is light. Hij is flink een highlighter in ieder geval. Ik vind hem wel highlightender tot nu toe dan van Yves Saint Laurent. Ik ga hem even een beetje shapend aanbrengen. Hij is wel heel luchtig, dus het is niet dat ik zo zeg van oh my god, zoveel concealer omhoog. Nee, dat niet.
Ik hoop dat hij een beetje de wallen camoufleert. Dat ziet er ook echt heel lekker uit. Oké, even kijken. Waar is mijn beauty blender? Hier. Ik ben trouwens wel weer echt helemaal into mijn beauty blender. Het is echt bizar gewoon hoe erg je dat in één keer weer heel erg kan missen eigenlijk. Oh, haar highlight wel heel goed hoor. Jeetje. Had ik eigenlijk niet zien aankomen. Oké, wow, ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar ik heb serieus gewoon echt een mooie highlight nu. Wow, zeker op camera, het zit echt super mooi. Hij is er niet heel erg verzorgend, dus ik heb wel een beetje oogkrimmel, maar ik zou de volgende keer misschien iets meer eronder doen. Want hij is wel een beetje droog. Maar op zich voor een beetje een nude look vind ik dit wel een goede combi, deze twee. Op mijn buisje doe ik nog een beetje van Naked Skin. Dat die niet zo erg opvallen. Ik heb om mijn kin lag het echt veel puistjes. Een beetje van die kleine issues. Nou, mijn wangen heb ik het altijd al. Dat is echt. Als je zeg maar op internet gaat zoeken naar puistjes op wangen, ben ik zeker dat je gewoon een foto van mij krijgt. Ik ben echt de pimpel van de wangetjes. Deze dan wel weer heel dekkend, dus daarom is het wel een beetje een goede combi. Deze poeder gebruik ik van Essence. Deze heb ik al een tijdje en deze vind ik echt heel erg fijn. Het is de Pure Nude Powder. En laatst breng ik het eigenlijk alleen maar aan op mijn T-zone. Dus dat wil zeggen voorhoofd, neus, kin en een beetje mijn bovenlip. En dan pak ik van buiten naar binnen mijn kwast, zodat hij aan de binnenkant niet te donker wordt. Dat ik hem echt gewoon naar binnen pak. En dan zet hij heel mooi mijn concealer. Tada! Dan doe ik mijn setting spray al op. Omdat ik het fijn vind dat mijn make-up basis al gewoon goed zit. En het is lekker fris. En dan heb ik een... voordat ik mijn oogschaduwbasis en een oogpotloodje ga opdoen. Wacht nog even tot het ingetrokken is. Heb ik gisteren namelijk een nieuw palet gekocht. Heb je ook al eens goed zo in de vlog kunnen zien. Dat is het iHeart Makeup Salted Caramel heette die volgens mij. Ja, Salted Caramel Palette. En zoals jullie weten heb ik al een iHeart Chocolate Palette. Volgens mij is dat het gewoon het originele iHeart Chocolate Palette. Ik ga even zoeken. Kijken of dat ik hem kan vinden. En ik vind ze altijd zo cool uitzien. Het zijn net of het twee gewoon van die grote chocoladerepen zijn. Ik vind ze cool. Maar goed, deze kan je nu dus kopen bij het Kruidvat. Ook weer in verschillende versies. Ik weet niet of deze nou ook te koop was. Daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Deze heb ik namelijk echt heel veel gebruikt destijds. Kan je ook wel zien. Het is echt een behoorlijk gehavend palet. Maar vandaag ga ik deze wel weer gebruiken. En ook om gewoon aan jullie te laten zien. Dit is dus hoe het palet eruit ziet. Hij heeft echt super mooi kleur. Vooral die turquoise kleur vind ik heel tof. Maar ik doe vandaag dit kanten topje aan van Lovies en een witte blouse. Dus dan vind ik blauwe oogschaduw wel weer erg heftig. Ik ga gewoon een beetje mixen matchen. Ik vind dit wel twee hele mooie kleuren. En ik vind deze in de hoek ook wel mooi. Grappig, het zijn twee hoekkanten. Dit is een beetje groen paarsig en dit is meer een beetje beige taupe. Ja, ik ga denk ik beginnen met deze kleur in mijn arcadeboog te doen. Oh, daar ben je. Deze kleur. En dan ga ik gewoon daar een beetje mee spelen. Ik moet trouwens echt binnenkort een nieuwe 217 kopen. Kijk dit. Hij is echt gewoon al bijna geen vier jaar. Ik denk bijna 3 jaar oud, denk ik. Eerst nog even basis opdoen, want ik vat het alweer bijna. Heel fijn. Soms vergeet ik echt dat soort dingen. Dan denk ik echt, waarom? En dan zit het gewoon niet goed. De hele dag niet gewoon. Wat ik nog steeds doe is een beetje tightlinen. Zodat mijn wimpers nog net even een tikje voller lijken. Doe het vandaag niet aan de onderkant, want met al die hitte ben ik altijd bang dat het weer helemaal gaat uitlopen. En ik zie hier. Oké, nu mag ik de oogschaduw opdoen. Ik begin dus met deze kleur. En die ben ik aan met mijn 2,17. In mijn arcadeboog. Ik film dit trouwens nu met mijn nieuwe lens. Mijn 50mm lens. Van Yongnuo. En ik vind het echt... Op beeld vind ik het echt heel mooi uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er straks uitziet als ik de video ga editen. Ik vind het trouwens echt zo leuk om te zien hoe de abonnees mogen schieten de laatste tijd. Ondanks dat ik gewoon
af en toe geen extra video heb. En echt niet om jullie te pesten of zo, maar gewoon omdat ik het soms echt te veel vind. Zijn jullie toch gewoon heel vrolijk en vinden het leuk wat ik doe. Ik krijg er ook steeds meer Shark Academy familieleden bij. Op Snapchat krijg ik ook hele lieve berichten van jullie, dus dat vind ik echt super tof. Even kijken als ik nou eens voor kleur op doen. Ik wil niet al te warm, want er zit ook een hele mooie persiktint in. Maar daar heb ik vandaag even geen zin in. Ik ga denk ik voor deze kleur. Deze. Ik vind het echt, moet je kijken hoe deze lens dat goed doet, dat hij niet irritant reflecteert. Dat is echt super tof. Er zit toch aan zo'n filtertje overheen. Deze kleur ga ik dus gebruiken. Ik heb ook nog een kleurtje van Essence en die heb ik ook nog niet gebruikt. En dit is de kleur All I Need, het is een nieuwe kleur. Dus die wil ik dan een beetje in combinatie met elkaar gebruiken. Maar ik ga eerst dus voor deze kleur hierboven. Ja, mooie kleur. Oké, Essence All I Need. Die breng ik aan in het midden. Wordt dat even een beetje een highlight. Oh, is ook wel een mooie kleur. Wow, die blendt al mooi samen, hè? Net even een beetje een highlight. Oh, mijn Colourpop pakketje is onderweg. Het is zeg maar niet mijn eerste grote bestelling, helaas. Want daar zijn nog steeds twee oogschotels van. Eentje, er waren de twee zeg maar kapot gevallen tijdens de bestelling. Heel fijn. Maar goed, dan kan degene die dat regelt, Adeline, ook niet echt veel aan doen. Ze krijgt gewoon zoveel spullen binnen. Maar toen had ze een mail gestuurd naar Colourpop. En ze hebben ze nog steeds niet geleverd. Dus ja, daar moet ik gewoon even wachten. Maar daar had ik nog een keer een bestelling gedaan met 3 liquid lipsticks en een oogschaduw. En die komt waarschijnlijk morgen binnen. Morgen is het vrijdag. Dus dat is wel echt, echt heel fijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik heb besloten dat ik gewoon een Colourpop stash video ga maken. En als jullie het leuk vinden, ga ik al mijn liquid lipsticks ook swatchen voor een video. Dit is in ieder geval nu de ooglook. Ik ga er nog even mijn wenkbrauw bij doen. En zo nog even een highlightertje en mascara. En dan is de ooglook klaar. Mooi die hand ook zo. Ik vind echt geen poging die zo. Maar deze van Milani is voor formatie 7 euro of 7,99 of zo. Met dit kwastje erbij. Ah, is echt top spul. Wil ik iets van Anastasia ook nog wel een keer proberen? Om gewoon een keer geprobeerd te hebben. Maar ja, dit is sowieso wel ook wel heel fijn spul voor die prijs. Moet ik wel zeggen, als je er niet tegen kan dat je iets op je wenkbrauw voelt te zitten. Omdat als ik mijn wenkbrauw zo omhoog doe, dan voel ik wel dat er iets op zit, zeg maar. Maar gedurende de dag merk ik er eigenlijk niks van. Maar daar moet je wel een beetje tegen kunnen. Dus dat is in het begin wel even wennen. Ik borstel ze helemaal omhoog. Ik ben net zo'n weerwolf als ik mijn wenkbrauw zou komen. Dat is echt erg. Maar wat ik nog wel vertel, ik vind het ook super leuk. Echt de laatste tijd jullie echt allemaal leuke berichtjes op Snapchat. En dat vind ik echt gewoon super lief. Want ja, dan reageer ik wel onder jullie, snaps. En dan krijg ik van, oh wat lief dat je wat terugstuurt en dankjewel. En dan heb ik echt zoiets van, tuurlijk stuur ik iets terug, weet je. Jullie doen de moeite om naar mij te kijken, doe ik de moeite om naar jullie te kijken. Want ja, het is gewoon heel erg leuk. Ik vind het namelijk gewoon super leuk om jullie ook een keer in het echt te zien. In de zin van op Snapchat dan bijvoorbeeld. Ook wel een keer in het echt natuurlijk. Maar ja, in reacties kan ik dan natuurlijk heel lastig zien. Wie jullie zijn, hoe jullie eruit zien, hoe oud jullie zijn. En op Snapchat kan ik dat wel wat beter zien. Dus volg je nog niet op Snapchat, doe dat dan zeker. Ik heet Shark Academy op Snapchat. Stuur me vooral lekker veel snaps, vind ik super leuk. Word vriendjes met me. En like dan ook even de Shark Academy Facebook pagina. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Nee, maar momenteel als ik dit film zit op de 583 abonnees. We hebben er gewoon bijna 600. En als we er 600 hebben, dan ben ik echt mega happy. En als we er aan het eind van het jaar 1000 hebben, dan ben ik really, really proud. Want dat is echt heel graag wat ik wil bereiken. Dus als je nog niet geabonneerd bent en je wil maar fucking mega happy zien met een super grote winactie, ga dan zeker even abonneren. Ik zit er nu namelijk al over na te denken wat ik aan het eind van het jaar voor winactie wil doen. Als Shark Academy in jullie trouwens straks 3 jaar bestaat. Echt bizar. 3 jaar. Ik doe dit gewoon al bijna 3 jaar. Echt het idee dat ik het pas, nou ja, gewoon, hoe heet het? Alsof ik het random pas een jaar doe of zo. Want sinds het vloggen voel ik me wel meer een YouTuber. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Dat maakt het gewoon net even anders. En sinds het vloggen, ook al worden niet alle vlogs evenveel bekeken. Daar zal ik ook gewoon heel open en eerlijk in zijn. Vlogs zijn niet altijd het meest bekeken. Maar sinds ik vlog, is Shark Academy wel heel erg gegroeid. Dat is absoluut een feit. Ik gebruik nu trouwens een beetje concealer onder mijn wenkbrauw om ze net even iets strakker te krijgen.
En sowieso sinds ik mijn nieuwe camera kocht, mijn Canon PowerShot G7X, die me €480 kostte, is het beeldmateriaal ook wel heel erg vooruit gegaan. En daar ben ik ook wel heel proud of. Ik vond het toen echt een hele dure aankoop, die camera. Ik had echt zoiets van, oh, moet ik dat nou wel doen? Het is echt mega duur. Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik heb trouwens nog niet gevlogd vanochtend. Psie. Soms vergeet ik het ook wel eens, want ik ga straks natuurlijk nog weer ergens heen. Oh, dat heb ik nog niet helemaal niet verteld. Ik ga straks nog ergens heen. Ik vind deze er heel spannend uitzien. Hij is erg geel. Maar ik ga het gewoon proberen. Mocht er trouwens af en toe niet alles helemaal scherp zijn. Het is even een uitprobeerseltje ook met mijn nieuwe lens voor mijn ooglooks. Dus sorry als die misschien niet helemaal super sharp is. De volgende keer is die mega sharp. Oh, oeh, this one is really nice. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar I like it. I like it! Ik voel me dat meisje Jamila als ik dat zeg. Voor degene die haar nog niet kennen, ga haar kijken. Zij is echt leuk. Ja, I like this highlighter. Het ruikt ook echt naar karamel. Dat is echt bizar. Want dat andere palet, zeg maar de echte van Too Faced. Want dit is een soort van dupe van het Too Faced palet. Want je hebt een chocolate bar palet, maar heb je semi-chocolate. En deze lijkt heel erg op die semi-chocolate. En niet dat ik hem daarom wilde hebben. Ik vond het gewoon mooie kleuren. Maar hij ruikt ook echt. En die andere die ik heb, die ruikt helemaal niet. Tenminste, volgens mij niet. Ik zal nog eens ruiken. Nee, dit ruikt gewoon naar oogschaduw. Maar hier zit wel, voor mij is of het is karamel of chocola. Maar wel erg lekker. Ik blend heel even mijn arcadeboog nog door met de kleur op mijn wenkbrauwbot. Zo. Ik ga mijn liner zetten met de Urban Decay Ink for Eyes eyeliner. Echt zo zwart is deze eyeliner. Echt bizar. Als je nog een goede winged liner doet, heb je wat geld voor over. Urban Decay. Ik vind wel met deze lens dat mijn tanden echt super wit lijken. Terwijl het echt best wel meevalt. Maar dat is een goede thumbs up, dus dat is fijn. Tenminste, nou hoop ik ook dat het tenminste echt, het echt ook zo overkomt. Want op camera lijkt het vrij wit. Ik vind namelijk niet dat ik een hele witte tanden heb. Ik zou ooit mijn tanden nog wel willen bleken, denk ik. Dat is het enige wat ik zeg maar nog zou veranderen aan mezelf. Voor de rest, nee, ik las laatst een keer een... ik zag laatst een keer een Q&A, ik weet niet eens meer van wie die was, Snapchat Q&A. En diegene die vroeg aan die YouTuber van joh, als je nu naar de plastic chirurg zou mogen en je zou het zeg maar gewoon gratis mogen laten doen, wat zou je dan doen? Nou, hoor je dit? En diegene moest een top 3 maken. Nou, ik zal het jullie gelijk vertellen, als zou ik het ooit doen, zou ik of mijn onderkin laten weghalen. Want ja, dat vind ik wat minder mooi. Ik vind dit ook een heel mooi beeld, zo zonder kin, echt perfect. Borstvergroting, dat zou ik dan als enige overwegen. Of liposuctie. Ik zou verder echt, bedoel, mijn oren zijn niet te groot, mijn neus is niet te groot, ik heb geen rare ogen of zo. That's it. Ik bedoel, ja, een borstvergroting vind ik dan nog redelijk normale ingreep. Ik bedoel, niet gelijk van die memmen zoals als Barbie, maar gewoon, gewoon een stukje groter. Niet dat ik ontevreden ben of zo, maar stel het zou echt moeten, dan zou ik het nog wel overwegen. Hebben jullie eigenlijk ooit wel eens plastische chirurgie gehad? En nou vraag ik het aan mensen die waarschijnlijk kijken en die een stuk jonger zijn voor dat soort dingen. Maar stel, ik heb kijkers die ooit plastische chirurgie hebben gehad en je durft het te vertellen. Laat even in de comments weten, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik hoor de hele tijd de vogeltjes fluiten. Ik weet niet of jullie het ook kunnen horen. Echt schattig. Nou, de ooglook is klaar. De mascara zit erop, de eyeliner zit erop. Tijd om te gaan shapen. Met mijn favoriete contourpoeder. Lekker budget van de Ethos. Zo. Echt, dit is zo'n freaking mooie kleur. En hij is gewoon maar iets van 3 of 4 euro. En ook al is contour niet meer zo. Tenminste, ik vind het nog steeds wel heel erg tof. Maar heel veel mensen vinden contour een beetje uit. Ik absoluut niet. Ik contour nog elke dag, everyday, zoals ik dat altijd doe. Gewoon puur omdat ik het gewoon strakker vind. En dan heb je ook geen liposuctie meer nodig. Een beetje langs mijn kin. Champagne Pop bij Becca. Met Jaclyn Hill. Oh, ik vind Jaclyn Hill echt zo geweldig.
Degene die haar nog niet kennen, ze is YouTuber. Check haar, want ze is geweldig. En kijk hoe mooie kleuren zij maakt. Tenminste, ze heeft het natuurlijk gemaakt in samenwerking met Becca. Maar oh, dit is zo'n mooie kleur. Deze heb ik dus gekregen van de Omi voor mijn verjaardag. Echt helemaal gek in de hoofd, echt waar. Zo lief cadeautje. En check het pigment. Check het pigment. Yay. Echt, wie deze highlighter niet mooi vindt, die support niet. Oh, ik wil mezelf altijd helemaal insmeren met dit zo. Nou, slecht idee. Zo een beetje erg heftig. De lippen. En die vind ik toch echt het aller moeilijkst. Oh, jeetje. Ik denk dat ik het vandaag gewoon maar heel simpel doe. Deze heb ik een tijdje geleden een kitje gehad van Lancôme. Dit is een Lip Lover in de kleur 355. En als je super basic lippen wil, is dit een perfecte kleur. Ik ga hem een klein beetje omlijnen met Chic Trick van MAC. En normaal gesproken kleur ik hem dan helemaal in. Maar ik ga gewoon alleen even de lijn doen. Want het is bijna dezelfde kleur dit. En normaal gesproken is het echt een no-go. Maar ik zal je laten zien dat het gewoon bijna dezelfde kleur is. Dus dan vind ik het op zich wel een go. En dit is echt zo'n mooie kleur. Want hij is wel roze en ook een beetje rood. Maar niet echt bam. En het is gewoon heel healthy. Dus het, ja, ik hou ervan. Zo, nou dit is mijn haar op het moment als ik er dus niks aan doe. Ik moet zeggen, het kan erger. En het is van de week door Sabrina uit mijn klas van Bee gedaan met color shines van Sebastian. Dus mijn haar is echt mega shiny at the moment. En het begint echt lang te worden. Tenminste, voor jullie zal het wel vrij kort zijn, maar voor mijn doen is dit best lang. Dus het is sowieso echt really, really shiny at the moment. Ja, dit ziet er natuurlijk niet uit. Ik heb namelijk een nieuwe droogshampoo gekocht. En het is tevens ook een hele goede volumespray. De Dryneamic van Sebastian. Ik ben hier echt zwaar verliefd op. Dit is echt heel fijn spul. En het is gewoon een droogshampoo met gewoon zo'n spreetje. Maar ik zal jullie laten zien wat het doet. Kijk, ik maak hier gewoon wat baantjes. Dus ik doe hier even een beetje... Het ruikt ook trouwens heel lekker fris. En het is ook echt een talg absorberend dus droog shampoo. Oké, deze kant versus deze kant. Komt ie. Look at that volume, girl. Echt, dit is zo plat vergeleken bij dit. Ik hou hiervan. En een beetje messy, dan is het eigenlijk gewoon perfect. Dus gauw deze kant nog even doen. En echt, hoeveel heb ik gebruikt? Misschien 3 spreetjes. Kijk wel uit dat je hem niet te dichtbij spreekt. En dan kan je wel weer zo'n vlek krijgen. Want hij is wel een beetje aan de witte kant. Maar als hij zoveel effect heeft, maakt me dat echt niet meer uit. Ik vind het even niet zo handig met deze hand, dus ik ga heel even onhandig doen door het met deze hand te doen. En het fijne vind ik eigenlijk gewoon dat het echt gewoon lekker talg absorbeert. Dus ook al is het een beetje vettig je haar, je ziet er helemaal niks meer van. Kijk dan hoeveel volume, echt volume. I love it! I don't like it. I love, love, love it. Uh-oh. Nou ja, dat is een goede om de video in ieder geval af te sluiten. Je voelt wel een beetje poeder aan je handen zitten als je klaar bent. Het is dus wel echt een product vanuit poeder. Laatste stap is nog even wat parfum. En vandaag als leuk toepasselijk kleurtje bij mijn lipstick kies ik voor Bon Bon van Victor Rolf. Het is nog steeds echt een van mijn favoriete parfums. Maar als je vast al kan zien, is hij al fel over de helft. Dus hij is echt wel aan het opraken. Maar dit is nog steeds echt een toppertje. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als je dit dan leuk vindt... Dan doe ik het best wel vaker. Want ja, make-up doe ik in principe elke dag op. Dus dat wil ik toch best wel vaker doen. Het zijn wel wat langere video's zoals jullie kunnen merken. Maar ja, dat is natuurlijk ook leuk. Lekker kletsen. Absolute dislikes te gaan zien. Want die komen er ook aan. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hele dikke kus. Doei!